Nadat wij achtervolgd werden door recherche, wilden wij alsnog een bankoverval gaan doen. Maar ook dit ging niet zo lekker. Fijne feestdagen allemaal. Het is vandaag kerst. Ik heb superveel geëdit aan video's om nog met kerst 2 video's te uploaden. Bij de kerstdagen krijgen jullie namelijk gewoon video's. Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen. En beloon deze video even met een like. Mocht je nog niet zijn geabonneerd, het zou het super erg waarderen. Doe het gewoon even voor de moeite die ik in heb gestoken. En nogmaals, hele fijne feestdagen. We gaan even shotgun ophalen en dan gaan we even de bank doen. Met wie ga ik naar binnen dan? Die was van La Denier dat toch? Die bamboe toch? Ik ga naar binnen, ik sta aan linkersnelweg. Oh, je ziet, je wilt die automaat doen. Gaan we tegelijkertijd met hun die automaat laten doen en wij die bank naar binnen? Dat is heel frustrerend. Ja, nou ja, ik denk dat ze eerder voordaan geven aan de bank. Die Wrangler hier nou weer. Geen idee. Is niet mijn auto, is niet mijn auto. Weet je dat? Ja, dat betekent. Dan krijgen we hoogstwaarschijnlijk gewoon een shotgun. Even kijken. Yo. Oh, oké. Okay. Bamboe, wat heb jij om die hostetjes in bedwang te houden dan? Ja, melee. Even melee. Ja, Klaas moet even die termiet aan een van jullie geven. Tony, Bamboe heeft een melee. We kunnen gewoon naar binnen gaan en gewoon even een snelle bankje knallen. Ja, maar weet je. Ja, waar ben je? Dan geef ik jou alle spullen. Ik sta bij die garage, man. Rode Cooper aan. Kan ik niet beter bij jou even instappen? Ik kan ook, kom maar. Ik heb wel shot in mijn rug. Ja, toch, geen stress. Zo, 4. Halleluja. Ja, je kan ze gewoon allemaal weggetropt worden. Je kan ze allemaal weggooien. Ja, kan. Oké. Tony heeft alles op zak? Ja, ik heb alles. Behalve eten. Ik heb eten nodig. Okay. Geef je mij eten. Thanks. Yo, hè. Succes, succes. Uit, even snel mijn voice change aan. Yo, boys. I know. Ik ga hem gewoon gelijk starten, jongens. Ik heb echt geen zin meer om te wachten. Ik ga gewoon. Ja, start. Ben aan het hacken. We zijn al de hele avond bezig. We hebben Klaas uitgebroken. We hebben recherche achtervolging gehad. Alles. Ik wil gewoon beginnen. Het is nu 10:30. Ik kan nu niet meer terug. Ik ga nu gewoon echt mijn best doen. Dit is echt easy peasy gewoon. We gaan dit bankje gewoon even hard knallen. Oh, oeps. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Bro, wat? Ik heb gefaald met hacken. Ik moet heel even wachten tot ik weer kan. Wat? Ja. Hoe faal ik? Wat hoor ik? Volgens mij krijg je melding als hij is opgeladen. Ja. Oh, hij is weer opgeladen. Hey, meneer 11. Ik ga 2e keer hacken. Als het goed is, gaat dit nu wel gewoon lukken. Ik snap niet waarom ik faalde. Misschien ben ik gewoon te gestrest van deze hele avond. Ja, ik word er gewoon een beetje zat. Wow, we hebben echt zoveel dingen tussendoor terwijl we gewoon RP willen starten. Het is gewoon echt niet tof. Er is eentje de stad uit, hè? Kijk ze aan. Hoppakee. Even kijken, 5 minuutjes. Dus niet schrikken, die knol. Oh, 3. De politie is aangekomen. 3 minuten. Hij is gekt. Oh, dit is dikke chaos, man. Hij wil nu al naar binnen remmen. Oh ja. Oh, dat was een boom. Wat zijn die andere gasten nu die pinautomaat aan het doen? Ja, what the fuck? Piki die is nu een pinautomaat aan het doen hiernaast. Een politie splist zich op voor de pinautomaat. Ja, eentje rent er. Oh nee, hij is aan het afzetten. Hij heeft die bom. Ja. Hey collega, kom even wisselen van dingen. Dan ga ik even snel het geld rapen. Dan kan je ze even onder schot houden, ja? Nee, is goed. En dan moet ik ze zo meteen, moeten we ze zo meteen weer even teruggeven. Het is even wat handiger, man. Want anders kan de politie binnenvallen. Ja, stop. Wat is de vraag? Goeie rel, goeie rel. Ja, 2 minuutjes en dan kunnen we de kluis openbreken. 1 Amarok tot nu toe. Ja, oké. Okay. Nou, 10 plus politie, 10 plus Kamar. Collega. Ja. Ja, je hebt onderhandelingen. Je hebt het hoofd 11. Ja, is goed. Wat moet ik vragen om te vluchten? Ja, je kan ook iets origineels doen. Gewoon, weet ik veel, Vito of zo. Of, tour dan. Zou ik Vito doen als Arreslee, zeg maar? Ja, of Tour dan. Ik denk dat nogal beter rijdt. Okido. Als de kerstman hier een goede buit pakt, dan zou ik wel een mooi buitje willen, ja. Hebben jullie een beetje zin in kerst, jongens? Ja, maar meneer, ik heb even een vraagje. Wat heeft u met uw stem gedaan? Ben je een beetje last van mijn keel? Ik heb al keelsiroop ingenomen, maar het werkt niet. Waarom heb ik een andere tas nu? Oh, wacht, ja, zo ja. 1 politie nog steeds. 1 politie. Ik kan dan het geld gaan rapen zometeen, dus ik ga gewoon zo snel mogelijk. Kluis is open. Ik ga nu rapen. Even snel termie planten. Let's go. Dit ziet er goed uit. Oh, ik moet ze allemaal opgebruiken. Ja, ik, heb wel, ik heb echt geen termier meer nodig, want dan hebben we straks een huiszoeking. En dat willen we natuurlijk ook niet hebben. Kijk eens aan. Hey Jones, laat even in de reacties weten hoeveel jij denkt dat er op deze buit ligt. Ik ben heel benieuwd. Ik denk 193.593. Dat is wel heel exact. Maar ik zou zeggen, probeer het in ieder geval, jongens. Laat het zeker even weten in de reacties. Vergeet niet te liken. Misschien heb je het wel goed. Ik ben super benieuwd. Ik ga ze allemaal doorlezen, dus ik ben heel benieuwd. Niet liegen, hè? Niet liegen. Wel nu doen, niet straks. Ik ben echt gewoon totaal niet meer gespannen deze avond. We hebben deze avond zulke zieke dingen gemaakt. Ik denk dat die video's allemaal online staan. Denk ik. Ja, dat was echt. Niks kan mij deze avond nog maken. Alleen we moeten wel even blijven focussen. Het is echt al laat. Ik ben
hier. Kijk, playtime van 3 uur op dit moment. Ze moeten echt even nog gefocust blijven, dit bankje knallen. Maar goed, kijk, het geld ziet er al goed uit. 135k op dit moment al. Dit is top. We komen wel heel dicht bij mijn getal. Stel je voor dat ik het gewoon goed heb, hè. Dat slaat nergens op. Dat kan echt nooit. Oh, oh. Oké, we gaan over 2 tonnetjes. Ik zag de 193 net. 2 ton. Oké, lekker. Goeie buit. Prima buit. Oké. 216. 216. Dat is lachen. Dus ik heb het geld geraapt, jongens. Er staat volgens mij nog letterlijk 1 politieagent voor de deur. Ja, 1 Amarok met 2 mensen en dan nog een... Ja, maar er staat hier ook een Amarok hier nog bij. Ja, die rijdt een beetje rond. Oké, zullen we weer ruilen, collega? Ja, dat is goed. Het is wel een grappige buiten. Tenminste, dat ik cadeautjes kunnen te geven deze jaar. Exact. Collega, kijk wat ik jou ga geven. Het is mooi. Oh, dankjewel, collega. Dat is mooi. Het is gewoon hetzelfde. Nou, ze mogen wel komen, hoor. Waar is die Amarok van hun? Ik zie die Amarok niet. Hoe zie je die daar maar ook niet? Weet niet. Ze staan gewoon in het openbaar, zeg maar. Meneer, niet weglopen. Hey, meneer, wij kunnen het wel allemaal zelf aan. Dankjewel. Fijn dat je wil helpen, maar wij kunnen het wel, hoor. Het zijn 2 marktagenten, 1 unmarked. 2. Ik wacht even op onderhandelingen. Zit er nog wel iemand in deze port of zijn jullie gewoon ziek stil? Ja. Oké. Zo is de porto chill. Hé, hoezo ben jij zo raar aan het dansen, bro? Volgens mij zijn we gewoon stuts, toch? Het is kerst. Kom op, man. Je mag blij zijn. Zet muziekje aan, man. Nee, dat niet. En dat gaan jullie ook niet doen. Niet doen. Copyright. Zou je een keer de koppel van de Termicasino-huis willen herhalen? Oh, we worden wel gefilmd voor tv, zie je? Of zo. Ik zal ze even zwaaien, dat ze mogen komen. We wachten al de hele avond hiervoor en dan moeten we nog langer wachten. Ik ga even snel melden dat... jullie mogen dat ook doen trouwens, aangezien jij nog moet onderhandelen, toch? Ja. Maar niet te lang binnen blijven, want aangezien wij met z'n tweeën buiten staan. Meld dat, wat meer eenheden kom ik nog langer. 4 man, ik had ze nu allemaal 1 keer paf! Met die shotgun is allemaal neer. Ja, puur even melden dat we wachten. Kijk, hele goede dag. Hey, kom even snel melden. Mees! Nog een paar eenheden, daarna komen wij zo snel mogelijk de naar binnen. Wat? Ja, is goed, meneer. Top, man. Dankjewel. Yo. Mees! Wat de hel? Wat, ik ben echt confused. Nee, man. Krijgen we ook nog een kerstcadeautje? Als jullie heel lief blijven, dan wel. Ja, toch? Wat wil je voor kerstmis? Ja, wat wil je voor kerst? Geld, een shotgun. Geld maakt niet geld. Wil je een shotgun voor kerstmis? Kan ik je geven, hoor? Kan ik je geven, hè? Rustig. Nee, grapje. Nee, ik wil niet de kogels. Niet de kogels. Oh. Ik wil erg lang met de OVD. Ja, toch? Nee. Ik vraag me dus ook wel wat hij aan het doen is. Ze wachten op meer eenheden en dan willen ze pas onderhandelen. Best wel vervelend, maar goed. Zo dat dan? Wat de fuck? Ik heb geen idee. Volgens mij kunnen ze nu ook gewoon prima onderhandelen, maar ja. Nee, ik ben zelf moeten aankoppelen, want ik heb niemand beschikbaar. Ik zit gewoon bijna te twijfelen om te vragen om een kogel, ik zweer het. Nou. Dat gaan we niet doen, hè? Nee, gaan we ook niet doen, nee. Nu allemaal, jullie komen naar buiten. Godver. Ah, nee, dat is al lang. Nee, stop maar, er komt een beetje aan. Oh, ik dacht dat je bij ons bedoelde, Klaas. Ik dacht, jij gaat die agenten en dan kunnen wij weg. Dat bedoelde ik ook. Collega, kan jij de handboeien van de collega die moeten eten? Dat kan ik niet. Als je moet eten, mag je gewoon de stad uit. Ik kan hem zelf ook losmaken. Jij moet eten hier. Op die manier. Mag ik hem zelf losmaken? Oh ja, eten. Het is 11:15. Wat de hel zeg ik. Yo man. Sorry. Geen probleem. Ging je even lekker pinnen? Ja, dat ging helemaal goed. Hadden wij laatst ook last van. Nee, kan niet, man. Laatste keer was met Bonifaatje swingen. Ik weet niet wat we gaan doen, hè. Want heb jij voertuigen gezien? Misschien mogen we gewoon met z'n allen een sneeuwscootertje. Dat is wel lachen. Jongens, ook voor jullie. Vrolijk kerstmis. Fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. Alles. We hebben die 70k voor nu bijna binnengengeld. Of we hebben nu binnengengeld. Maar slaaf naar jullie. Fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. En dat meen ik echt. Collega Beek, kan jij even naar buiten gaan om te vragen of iemand kan komen van de handeling? Gewoon even een beetje opdringen. Wel een beetje assertief. Dus op een normale manier opdringen, collega Beek. De onderhandelingen gaan die bijna schart zo. Ja, enkele minuten. Oké, dankjewel. Hé, waar is Tata? Wat is er? Jullie missen iemand. Ja, jullie missen iemand. Tata. Bijna start. Oh, hi. Ja, het zal wel, natuurlijk. Hij wel, die klootzak. Is dat bekend om welke persoon het gaat, Mason, of weet u dat niet? Zijn het gewoon onbekend? Volgens mij herkende Kieran, die is er nu niet meer. Die herkende Tony Carton. Eén iemand zijn ze aan het wachten en ze kunnen niet de onderhandeling starten. Ja. Nou, lekker. 2000 years later. Even gewoon gedragen, please. Zometeen mag je weer verder vechten. Hi, goedenavond. Dag. Ben ik goed verstaanbaar, heren? Zeker. Ja, toch? En ik? Ja, hoor. We hebben verdrietig nieuws. Onze kerstman is ontvoerd. Ja, dat meent u niet. Ja, door bandieten in deze stad. Ontvoerd! Zomaar. Moet nagaan. Onze kerstman, onze baas. Dus we hebben nu een groot probleem. Vanuit die kerstman kunnen we weer geen cadeautjes rond gaan brengen. Straks zijn er allemaal mensen die niks in de schoorsteen hebben. Dus we zitten hier met een probleem. We willen graag onze baas terug hebben. Daarvoor hebben we een hoop budget nodig. Auto's, vervoer, whatever. We moeten gewoon een hele grote zoektocht starten naar onze baas. Okay. Niemand wil naar ons luisteren. De gemeente wil geen subsidie geven. Ze willen ons niet helpen. Ze nemen ons niet serieus. Terwijl wij hier in deze stad, Teleopolis, gewoon allemaal mensen blij willen maken op kerst. Het is alsof het niet mag. Nee, dat snap ik. Schrijf het allemaal even op als je het niet erg vindt. Ja, dat is goed. In grote drukletters, discriminatie tegenover elven. Juist. Als ik het goed...
Als ik het goed heb begrepen, uw baas de kerstman ontvoerd. Ja. En dan moeten we eigenlijk een zoektocht gaan beginnen. En daarvoor moeten wij voertuigen regelen. Ja, in principe wel. Maar wij hebben ja, hiervoor budget nodig, dus dat hebben we hier gehaald. En de budget. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, gehaald, ja. Niet helemaal de bedoeling, maar... Ja, nee. Ja, wel. Wel, echt wel. Ja, kijk, om het even te verfijnen. Zonder ons zijn er geen mensen met cadeautjes op kerst. Ja, zonder ons is er geen kerstmis niet meer, meneer. Beseft juist. U dat wel? Beseft u dat? Kijk, wij hebben grote oren. Oh, wij kunnen dingen heel makkelijk verstaan, maar... Die oren van jullie zijn wat kleiner. Dus snap je dat? Ik kan wel zonder kerst. Wat zeg je? We weten dat we bij jou niet langs hoeven komen in ieder geval. Ja, ik wacht al 15 jaar op 25k. Oh, nou misschien wordt het vandaag wel werkelijkheid. Ik hoop het. Ik denk het niet. Waarschijnlijk niet. Aan alle personen die hier binnen zitten, is dit iedereen die ik hier momenteel zie? Ja. Achterin zit er niemand meer? Nee, je mag van mij ook kijken als je dat graag wil. Collega van u. Wat ik even aan mijn collega over. NPC movement. Kan ze even meelopen, collega? Of? Nee hoor, niks te vinden achter. Ah, ik ben gigantisch druk aan het schrijven. Oh, geen probleem. Ziek, meneer. Geen probleem. Ik moet echt een nieuwe pen vragen aan de kerstman. Want, Wel, dan hebben wij... Ja. Doorgaan en de cadeautjes. Anders geen nieuwe pen voor u, meneer. En geen nieuwe, weet je wat? Notitieboekje. Wij gaan de belofte maken dat als wij... Je wegkomen met al het geld. Gaan wij een heel doos uit het magazijn. Met pennen gaan we naar jullie politie AB sturen, ja? Twee vuurwapen. Wat voor soort pennen? Balpen, luxe pennen. We regelen het. Oké. Okay. Hey, als ik zo even met deze informatie naar buiten ga, wat jullie mij niet hebben verteld, is de informatie die ik binnen heb, hè? Daar hebben jullie geen eis aan gebonden. Wij willen gewoon dat wij hier weg kunnen komen op een normale manier. Ik wil geen lullige acties, ik wil geen stomme spijkermat of een stomme helikopter. Maar wat wij wel willen, is een arreslee. Slee? Ja. Steun de elven. Juist. Slee. Ja, maar waarom moet ik nou een slee vinden? Weet ik veel. Zorg ervoor, wij willen een slee. We moeten de kerstman zoeken. En die slee die stijgt niet op zonder onze kerstman. We zoeken naar een oplossing met z'n. Oké, en laat me weten of je een slee kan vinden. Met de mensen achter u, dat gaat goed, de gezondheid. Ja, zeker! Kijk, ze zijn helemaal vrolijk, ze willen ook kerst hebben. Ze staan volledig achter ons, letterlijk, zie je het? Nou, dan kom ik zo meteen bij je terug, ja? Ja, is helemaal goed. Het lijkt erop dat we het moeten doen met wat we hier hebben. Collega, wil jij de persoon die naar achter is gelopen even hier naar voorbrengen? Want hij denkt dat hij kan schuilen in de kluis, maar... Ik ben zojuist even binnen geweest. Ze staan hier met de reden dat de kerstman is ontvoerd. Dat vinden ze natuurlijk zeer jammer. En wat ze dan van ons vragen is dat we een zoektocht gaan organiseren. Om de kerstman. We hebben al onderhandeld. Ik heb de eisen en het verhaal voorgelegd. En nou gaan we even wachten. Bro, dit is al 5 keer gebeurd. We verwachten eigenlijk van ons dat wij voertuigen gaan regelen. Om daarmee de kerstman te gaan zoeken. Ik was even in mijn hoofd. Je kan niet vluchten. Kijk, weet je. Ik heb het al lang doorgehad. Maar goed. Ik ben een beetje Denzel Washington van de Equalizer. Ik heb alles door wat er in mijn omgeving gebeurt. Dat heb ik ook in real life. Dat is best wel apart. Tot wanneer dat wij voertuigen moeten regelen. En het liefst een slee. Ja, schiet mij lek. Ik heb nog nooit een slee gezien hier. Een toeram? Die rijdt wel als een slee. Oh, zie je die camera daarboven? Je staat binnenkort op dumperten. Bang! Ik vraag me alleen af waarom de piekkleiners ook hier in de buurt blijven hangen. Ah, ze weten dat ze niks mogen, dus ze doen hun best. Nee, ze kwamen net vragen of dat ze moesten helpen met afboeken en zo. Oh, echt? Ja. Ja, kijk maar joh. Ik denk dat we het wel redden, maar ze zijn nu bezig met het voorleggen van die eisen, maar het duurt weer echt lang gewoon. In de tijd dat we hiermee gewoon plus voorbereiding al bezig waren, hebben we jou al vandaag 3 keer uitgebroken in die tijd. Ja, je kan voorstellen, maar allemaal op. Ja, wij moeten eigenlijk met hun de kerstman gaan zoeken. Dat is wat met hun? Ja. Maar dan gaan ze gewoon weg, toch? Ja, dan ga ik zo meteen nog wat duidelijk navragen. Maar daar komt het eigenlijk op neer. Ze hadden de kerstman gaan zoeken. Kijk maar lekker door. Maar als die onderhandelaar binnen is, dan wil ik jullie niet horen, jongens. Ja, geef hem dus even een kogel, joh. Zitten we helemaal te pesten hier. Bro, het boeit me niet. Kijk maar lekker met elkaar. Moeten we allemaal uit elkaar halen? Nee, joh. Laatste collega. Als dat is voor hun, waardoor de tijd sneller kan gaan, dan prima, joh. Maar hoe willen hun dat dan gaan doen? Nou, dat gaat toch niet worden. Mannen, voor mij gaat daar de tijd sneller door. Jullie weten het, ik ben net naar binnen gekomen, snap je? Dus ik doe niks. Alleen, eerlijk. Ja, dat is waar. Hij is toch gewoon in de war, man, bro? Daar! Is met dat ook in bocht? Bro, is hij in de oorlog? Oorlog? Ja, oorlog. In de war? Oorlog? Oorlog? Welke oorlog? Jij zegt hij is in de war. Bro, dan zie je toch, man. Ken die gezicht? War. Waar jij betaalde, oorlog. Hij begrijpt het niet. Hij komt uit Brabant. Worstelbroodjes. Mag ik alleen naar binnen, mensen? Oh, lekker monsterbroodje! Hey, kapitein! Kapitein. Goedenavond, man. Als ik het dus goed begrijp, gaan wij dan met z'n allen een zoektocht doen? Of? Nee, wij willen zelf onze zoektocht voortzetten naar de kerstman. Maar daarvoor hebben we wel een arreslee nodig. Oké, ja, het enige wat wij eigenlijk momenteel kunnen regelen, heeft er een Camaro maar ook. Dat is geen arreslee, man. Dat is eerder een arreslak. Die van de politie zijn wel
Meersleer. Ik kan er een ski onder zetten en dan... Ja, ik ga het even overleggen met mijn andere medeelfjes. Eén secondje. Kom maar, Amrok, mee akkoord? Ik zeg politie, Amrok. Hij rijdt nu hetzelfde als politie, dus dat boeit niet. Oh ja, dat is waar, hè? Ik zag het al, ja. Dan accepteer ik. Welke arrestleer had je nou in de aanbieding? Kom maar, Amrok, dit gezegd. Een arrestlak is dat. Nou, doe maar dan. Ja, ik heb het goed gezegd. Eén slee is goed, collega. Eén slee is goed, hoor. Nee, is goed. Oké, hé, meneer, wat wilt u voor kerstmis? Wat heb ik nou nog geroepen? Ja, wat wil je voor kerst? Wat wil je nog voor kerstmis eigenlijk? Dat heb ik aan u nog niet gevraagd. Behalve de pennen. Behalve die pennen. Ja, dat mensen ook normaal de banken kunnen gaan. Dat gaan we voor elkaar krijgen. Maar je weet het wel. Oh. Maar allemaal elkaar en dan... Oké. Het zijn echt twee stel dodo's, collega. Ja, eerlijk. Nou jongens, jullie mogen weer lekker keten. Veel plezier. Lekker, man. Alleen al vraag ik je wel om uit de kluis te blijven, dus gewoon hier te blijven. Voor mij mag je gaan en staan waar je wilt, dus maar een beetje aan de voorkant blijven. Want iemand moet de hostages opvangen natuurlijk. Ja, als jullie dan de hostages opvangen. Ja, dat is prima. En dan... Mogen we wel een beetje vechten met elkaar of dat niet? Nou, niet elkaar stoten geven, maar als je elkaar uit wil schelden, ga je gewoon. Mij hoor je niet. Ja, je bent in de wacht, vriend. Je bent in de wacht. Ik snap al dat je die bril op hebt, maat. Want anders ben je echt lelijk, bro. Oh, dit! Ik hou van deze hostage. Hij is door, joh, wat sukkel. Weg hier, oh, oh, oh. Te voelen, mat. Oh! Huh? Kijk. Oeh, oeh, oeh. Weg hier dan. Oh, wow, yo, ik ben weg. Wait. Dat doen ze met die ramenlappers. Oh, mijn god. Is allemaal rocks van hun, toch? Ik ben drie seconden. Oh, wat? Oké. Okay. Ik wilde net zeggen, ik ga even in mijn hoofd, maar oké, okay, nou ja, dat gebeurt snel. Oh, kun je nog even vermelden, meestal, dat als ze gaan schieten of wat dan ook, of afblokken, dat er Zulu en Daisy wordt aangeschaald? Zo, dit is wel een dikke argeslee, man. Ga jij rijden, of ik? Rij jij maar, als je wilt. Is goed, man. Okay, ik ga rijden, komt wel goed, joh. Hey, boys, dit is gewoon ADHD, ODD, alles bij elkaar, je weet. Ik heb ook ADHD, ook, meneer, maar mij zit hier niet zo heel aan het springen, hoor. Ja, maar meneer, dat snap ik als jouw tas is gevuld met bijna 2 ton. Ik kan dan ook niet springen. Hier staat een prachtig voertuig. Argeslee. Argeslee. Ja. Ik zeg op zijn ogen zitten. Een bril. Nee, onder zijn ogen. Hou smol. Ja, hou gewoon even smol. Inderdaad. Ik heb hier een heel mooie slee. Veranderen. Jullie beginnen te schieten of af te blokken. Dan gaan er andere sancties volgen. Wacht, wat? Dan wordt hier waarschijnlijk Daisy bij ingeschakeld. Nee, wacht, wat? Wat zei je? Want ik verstond niet. Als jullie schieten of iets beginnen doen. Oh, geen stress. Wij willen iets leuks ervan maken. En zo is het ook. Ja, dan, toch? Dan weten jullie dat. Waarschijnlijk staat het voertuig open. Mocht dat niet zo zijn, zo niet gelijk op jullie. Alles, zeg maar. Nou, dat is vriendelijk. Hey, wij gaan totaal niet schieten voor jullie beeldvorming. Zeg ik nu. Maar ik hoop dat we wegkomen. En anders moeten mensen wel helpen. Ja hoor. Ik zit dat twee uur gehost. Nou, zie nou op. Wordt er groen licht. Ik krijg groen licht. Nu groen licht. Ja. Oké. Ja, toch? Heel goede avond, heren. Ik wil gewoon de deur uit en gun. Alright, we hebben groen licht, jongens. We zijn weg. Is het... Oh, wat? Eén ander ook, één poeft... Ja, ik zie het. Oké. Okay. Ze hebben... Wat zie ik? Zie je nou op gres? Ja, hoe? Ben je gerust? Of wie is dat? Wat was dat? Iets onzichtbaar. Oké. Nee, het is goed. Ik heb ook geen lampje. Wat tel? Ja, ze hebben nog wel duidelijk gemaakt dat als we gaan schieten of afblokken, dat ze dan deze inschakelen. Blablabla. Maar ja, we gaan gewoon rijden en we kijken wel of we ontkomen. Jullie weten wel hoe het zit. Ja, nee. Ik heb deze politie. Die een mark, maar dat is echt ver weg. Ja? Het is wel echt alleen die Amrok die erachter zit. Het is echt 1 vs 1. Die staat achter ons en die... Blijf even kom schrijven in Porto trouwens. Wil je dat doen? Kom schrijven. Alsjeblieft. Kom schrijven waar we zijn in Porto. We rijden wel een Zulu. Wat? We hebben een Zulu? Dat was duidelijk een eis dat we geen Zulu wilden. Wat fijn. Toch geen stomme spijkermat of een stomme helikopter? Ja, die hebben jullie wel. Hey, top man. Die zitten echt gewoon op jullie necktie. Gewoon maar. Dat slaat nergens op. We hebben letterlijk gevraagd om geen Zulu. Ik ga gewoon jump nemen. Hou je vast, collega. Ik ga iets risicovols doen. Hou je vast. Ik ga die jump nemen bij Blokkenpark. Ik hoop dat het goed gaat. Waar? Welke tunnel? We hebben jump. Die man heeft ziek veel hoofdpijn, lekker man. Ben je nu bij PP gegaan? Ja, ik heb nu een lampje doordat die gast ziek veel hoofdpijn heeft. We rijden nu onder de buurt bij het hoor. Die Umart zit er ook weer achter. Fijn man dat er Zulu achter zit, terwijl we zeggen geen Zulu. We hebben een rood lampje, jongens. Ja, tunnel moet eigenlijk, want... Bedoel je dat echt ondergrondse ding met die metrostelsels? Ja, maar we kunnen die misschien afblokken met 2. Maar als er Zulu is, dan is dat wel echt heel kut. Ja, ik ga gewoon die tunnels nemen, maar we staan een beetje machteloos. Dus jullie moeten wel een beetje helpen nu. Ik heb een rood lampje, nu al door die gast. Ja, maar wil je nu al beginnen met schieten, bro? Wil je nu al gaan schieten? Ik weet niet hoe lang ik het volhoud met dat rode lampje. Ik rij nu richting die tunnels. Moet ik daar gewoon nu in of niet? Zullen we die tunnels afblokken, joh? Dan moet je daarvoor nu voor zorgen, want dan ga ik daar nog niet in. Welke tunnel? Ja, gewoon, dan blok ik alleen wel af. Kom welke... Laat Tony heel even praten. Welke tunnels bedoelen jullie? Welke loka? Gewoon
Ja, de ondergrondse gang, denk ik. Bij de taxi AB. Ja, ja, maar je hebt degene van Casino Heist en je hebt diegene bij de snelweg. Bij Casino Heist pakken dan, man. Oké. Die is kut, want dan daar heb je maar één. Welke dan? Je kan die van dingen pakken van die snelweg en dan kunnen wij in de tunnel kunnen we klaarstaan. Oké, dan doe ik die bij de snelweg en dan moeten jullie nu gaan settelen. Ja, ik rijd bijna de tunnel naar binnen. Jullie hebben geen Zoolie meer. Die Zoolie is op ergens anders gefocust nu, jongen. Oké. Oh, uit? Dat is goeie. Ja, maar dan hoef alleen die tunnel af te blokken. Het is alleen in Amarok en in Unmarkt. Ik zie gewoon Zulu licht, hoor. Wat? Ik zie gewoon het lampje op mijn auto. Of is dat van die Amarok? Dat is van die Amarok, denk ik. Dat is van die Amarok, laat maar. Een lamp op de auto. Dat is van die Amarok, dat is van die Amarok. Kutsteen. Ik ben gecrashed. Bedankt voor het kijken. Klik snel op een van deze twee video's. Die gaan zo meteen verdwijnen. En die moet je echt gezien hebben. Vergeet niet nog even te liken en te abonneren. En dan ga ik zeggen zoals altijd. Tot de volgende video. Livestream. Later. Ciao, ciao.